Goedemiddag. Van veel kanten is positief gereageerd op het akkoord dat in Brussel is bereikt over Cyprus. We gaan naar Cyprus, naar verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Ja, Gert-Jan, hoe is de stemming bij jou? Het is een beetje een onwezenlijke dag vandaag, want het is een stralende feestdag. Maar ons NOS-nieuwsteam hier heeft gedaan wat we hier al weken doen. Het filmen van geldautomaten. Inmiddels hebben we er daar tientallen, zo niet honderden van vastgelegd. We hebben geldautomaten gefilmd van veraf. Van dichtbij. Van heel dichtbij. We zijn op zoek geweest naar rijen bij pinautomaten en hebben die ook gevonden. Een bordje met daarop gesloten was heel moeilijk te vinden, maar het lukte ons toch. Hier zelfs handgeschreven. We hebben veel, heel veel pinnende mensen gefilmd. Maar bijvoorbeeld ook mensen die gewoon langs een automaat liepen. En gewone mensen op straat. Waarom niet? Kleine juweeltjes zaten er soms tussen, zoals hier. Of hier met die prachtige duiven. We hebben zo'n beetje elke pinautomaat gezien op dit kankereiland. Dus om een antwoord te geven op je vraag, Rick, de stemming is niet al te best bij ons hier op het eiland. Gert-Jan, dankjewel voor nu.